En wat voor schoenen heeft Gabi? Witte schoenen met open teen. Ja. Heel goed. En die man bij het tankstation? Bruine schoenen met veters. Heel goed. En ik? Die zwarte. Om criminelen voor te zijn, moet je leren kijken zoals zij. Ja. Wat zie je? Daar, de handtas van Anna Tjiska aan het open. Oh ja. En daar, open raam, met een ladder, kan een inbreker zo inklimmen. En daar, met die auto zou die kunnen ontsnappen. Daar hangen de sleutels nog in. Goed. Jacob. Moeder. Oké, klaar voor de saaiste middag van je leven? Nee. Ik ook niet. Here we go. En daarom ben ik trots en blij om eindelijk mijn eerste stappen te zetten in de wereld der volwassenen. Want zoals een wijzer man dan ik zelf ooit zei, het leven wordt achteruit begrepen, maar moet vooruit geleefd worden. Dit voor feest. Dit kan toch niet mijn familie zijn? Ben ik geadopteerd of zo? Nee, ik houd alleen maar vol voor die reuze slagroomtaart. Maar je hebt gelijk, dit feest heeft iets meer pit nodig. Iets spectaculairs. Eigenlijk was het dus gewoon Gabi's schuld. Zulke dingen moet je gewoon niet tegen mij zeggen. Dat brengt me op ideeën. In mijn hoofd gaan de dingen altijd geweldig. Maar als ik het dan in het echt doe... Surprise! Nono! Heb je pijn gedaan? Ik wou alleen maar iets moois doen.